Welkom bij Chris & Co, de Gouden Tien. Vandaag over muzikale uitschuivers. Wie wist de juiste snaren te beroeren en wie had het daar moeilijk mee? Wie hield zich recht voor de zangmicrofoon en wie ging onderuit? De 10 leukste muzikale uitschuivers voor u op een rijtje gezet. Ja, dat zijn allemaal schoenen, lielelingen, nee. We beginnen op nummer 10. Philip Mars. Deze rare zangvogel heeft een pillenverslaving en een tyrannieke moeder. Ik ben uw auto, zeg ik u! Maar zonder zijn moeder was Philip tot grootse muzikale prestaties in staat. Goeiedag. Mijn naam is Philip Mars. Dag, Philip. Ja, ik ga een nummer brengen van Helis. En het is getiteld Conquest of Paradise. Zou ik misschien eventjes mijn tekst mogen pakken? Het was een verrassende songkeuze. Een beetje raar, waarschijnlijk ook omdat de artiest Vangelis. Hoe bedoelt je? Omdat hij Van Gelis. Dat is een grapje van Erik, Philip. Je bracht de nummer van Van Gelis. Van Gelis. Erik toch? Van Gelis. In een duet met charmezanger Ronnie King ging Philip opnieuw de mist in. Hij zong mee in een nummer dat toevallig Spreek heette. Nu ja, zong. Niemand kan alleen maar blond en sexy zijn. Niemand is altijd een schoolvoorbeeld. Maar we geven wat we hebben, biologisch geteeld. Zoek naar een medicament. Krabben is niet mooi als je al herries bent. Spreek met je eigen accent. Iedereen is blij, iedereen is content. Wie niet zingen kan, die moet maar leren gitaar spelen. We laten de luchtgitaar vallen en schuiven op naar nummer 9. Daar staat tieneridool Kevin te blinken. Hij schoof net niet onderuit met het nummer Op de Scooter. Op de scooter met mijn vriendjes. Tijn ik door het platteland. Kevin maakte deel uit van de zwierige boysband Stay Steady. En hij begon pas goed uit te schuiven toen hij zich mocht voorstellen aan sterreporter Paul Schampers. Ik ben Kevin en samen vormen we Stay Steady. Ja. Jullie zijn volop aan het repeteren. Mogen we iets nieuws van jullie verwachten op de markt binnenkort? Ja, we zijn dus momenteel bezig aan dus het voorbereiden van onze keigoeie mega-cd. Als je wilt, dan kunnen we een exclusieve draai uitgeven van ons keigoe nummer. Zo'n primeur zou mijn reportage zeker en vast wel ten goede komen, ja. Zie je wel, dat ziet de mannen? Yes! Ja, de schoolboord is nog niet langs de plek. Jullie zitten alle vier mooi broederlijk naast elkaar. Maar we zijn wel geen broers, hè? Nee, ja, maar dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar we zijn wel heel goede vrienden. Zijn wij goede vrienden, man, hè? Yes! Uiterlijk en imago zijn denk ik toch ook wel heel erg belangrijk. Natuurlijk, als je voortdurend op televisie komt, dan kun je er niet bij lopen als een ding. Ik weet niet dat woord nog. Goddevind. We kunnen niet bijlopen als een volle vent natuurlijk. Stel je voor, ongeschoren, vette gaar, oude cowboybotten aan en een leren fraksje. Dat kunnen niet maken. Hè. Maar de boysband rage bleef niet duren. Al snel moest Kevin zijn carrière een nieuwe wending geven. Hij ging akoestisch in de tv-rubriek Bestel Kevin. Liedjes op verplaatsing.
Hey, yo, the boys, het is de Kevin hier. En vandaag breng ik weer liedjes op aanvraag. En we doen dat speciaal in het Centrum voor Bejaardenzorg van Wust Wezel. Het is niet gepikt van de Axel Peleman, want ik was er al heel lang voor. Aan mijn nageltje. Dat jingle jangle, dingen gaan we afzetten. Het en we gaan samen zingen. Forever young, I want to be forever young. Goed meezingen en misschien ook een klein beetje mee bewegen of zo. Zeg, als er zo weinig respons op komt, dan ga ik wel liever aan staanders zingen, zeg. These boots can make for walking. He's a dirty old man. He can do his washing by himself. That's a dirty old man. Genoeg muzikale bejaarde kwelling. Snel naar nummer 8. Daar staat Bart Peters, de uitvinder van de succesvolle meezinger La La La. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la la la. La la la, la la la, la 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 la. Als echte muziekliefhebber wou Bart meer. Hij trok de Vlaamse culturele centra in en nam een harde, maar noodzakelijke beslissing. Weet je, zo'n 800 keer hoezo, dan 2000 keer de leukste eeuw. Ik weet wel, je doet dat natuurlijk om een klein beetje rond te komen. Maar allee, ja, muziek, dat is in feite, dat is mijn lust in mijn leven. Dat heeft al mijn dromen doen uitkomen. Televisie, dat is voor mij echt waar definitief afgelopen. Daar trek ik een kruis over, zo groot dat kardinaal Daniels er nog nooit in heeft gezien. Dat ik muziek, geef me mijn muziek. Dat komt tenminste volledig uit mezelf. De linkers hier, dan met teksten van Hugo Matthijssen. Met allemaal dingen, muziek van Ronnie Bosseuse. Allee, dat is muziek, dat komt recht uit mijn hart. Verstaan? Wij zijn benieuwd, Bart. Inktvis met choco en ne zaksement. De kabeljauw met confituur en iets dat je nog niet kent. Inktvis met choco. Wat? Hoe is die goed? I'm in to folk, I'm in to folk. I told it to my friends, but they thought it was a joke. I'm in to folk. Wat vind je nou eigenlijk? La la la, la la la, la la la. Mannen, jongens. Wat wil je dan, vader? Als je niet van kleinkind stelt, dus je dan naar de kruiders of zo. Sorry, nee, muziek, dat is definitief gedaan. Echt waar, daar trek ik een kruis over, zo groot dat de pauze nog nooit in heeft gezien. Gelukkig vond Bart snel de ideale combinatie tussen tv en muziek. Het Zingterview, hier toegepast op Frans Bauer. Beste Frans, u spreekt meerdere talen. Zoals Duits, want ook daar heeft u fans. Sind Sie denn vielleicht über zu halen? Tot het spreken van Antwerps of Gents. Bart het Antwerps ben ik al wat machtig. Jo salut en amai met een frak. Ja, dat taaltje is werkelijk waar prachtig. Want de pot, dat heet hier het gemak. Ja, Frans, je goed bezig natuurlijk. Kom mee. Dan doen we naar Frans Bauer. Dank je wel. Tijd om door te stoten naar nummer 7. Jimmy B, tv-presentator, maar vooral ook muzikale duizendpoot. Met zelfs een eigen musical-repertoire. Let It Be Records proudly presents Jimmy B Goes Musical. Swing mee naar de 70s met Aquarius. Trek uw longen open en zing mee met The Sound of Music. With songs they have
uw tranen de vrije loop bij het luisteren naar Don't Cry For Me Argentina uit Evita. Truth is, I never left you all through my wild days. My mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Geraak helemaal van uw melk met het wonderschone Tomorrow. Soms zocht Jimmy voor zijn uitschrijvers ook collega-artiesten op. Ja, voor Lieve. Lieve Esther, een gelukkige verjaardag van heel Vlaanderen en van de Rozenloper. Wie zegt u? Van de Rozenloper, van Jimmy B. Ah, maar dat is vriendelijk. Allee, dank u wel, merci. Jimmy was ook altijd bereid om zijn collega's muzikaal bij te springen. Ik de lichtjes van de schelde, dan gaat mijn haartje sneller slaan. Ja, je kent het goed. En vermijd maar eens een uitschuiver als je Gorky-zanger Luc de Vos op de sofa hebt. Jimmy probeerde hem een jonger en frisser imago aan te praten. En dit was het resultaat. Keek, want die was overrijd. Melancholie en die tristesse was echt een eindje zonder straat. Ik garandeer u nu succes als gij met disco verder gaat. Stijlen komen en stijlen gaan. Op zich heb je daar een punt. Alleen disco blijft bestaan. Maar vind je zelf nu niet dat je een beetje overdrijft? Die hondpens rond mijn zittend gat zijn echt iets te verwijten. Jimmy en Luc gingen nog even door, in navolging van Janet Jackson zelfs uit volle borst. Op nummer 6. Rapper MC Joël. Hij bestrijdt al heel zijn leven vooroordelen tegenover Limburgse rap. En doet dat zelfs zonder handen. Yo, wij zijn KBC, de Kort is een Beringen Connection. En we rappen voor u zonder handen. Yo, Jos. Yo, zonder handen. Ik leg verbanden. Alleen maar met mijn stembanden. En woorden branden op mijn lippen. Als je het hoort, gaat je flippen. En alle kuppen kan ze krijgen. Moet alleen maar met mijn vingers te knippen. Want een MC heeft meer stijl dan een kapper of een bakker. Yo, Joël. Zonder handen, dat is beter. Met zwarte tanden. Met afgehakte vrouwenhanden. Met autobanden. Mannen, dat trekt op niks aan. Godverdomme. Ik kan er niet op commando. Ik heb het al gezegd. En laat dan luikens zakken, joh. Een tweede kans kreeg Joël in Idol. Yo, ik ben MC Joël, maar dat weet je al wel. En ik doe Come To Me van Puff Daddy. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Dit is het slechtste wat ik hier ooit in Hasselt heb gehoord. Ja, maar dat komt misschien omdat... Ik heb daarnet een paar keren... vergeten. En maar, ja, dat is natuurlijk rap, hè. Dat is vrij. En ik had ook maar die tekst van gisteren gekregen. Juist, dit nummer werkt beter als je er zelf teksten op schrijft. Dat deed Joël dan ook met Come With Me. En hij had een hit te pakken. Oké, geen zeik, geen zeik. Ik heb gelijk, het is Bokrijk. Een koninkrijk op een sloppenwijk. Het is mij al gelijk, Bokrijk. Die naam, Pascal is van Beringen. En ik ben van Kortesum en Jules die is van Genk. En we altijd in Beringen repeteren. En omdat de busverbinding van Kortesum over Genk naar Beringen zo moeilijk is, hebben we dat de Kortesum-Beringen-connectie genoemd. En ook omdat, ja, die naam, dat klonk wel, vonden we. Dat is vet. Dat was niet bij mannen. Ik kan feitelijk op alles rappen. Jos, zeg eens iets. De legalisering van cannabis. Cannabis. Bis. Bis. Cannabis. In de mis.
inktvis. Ja, Jos, dat gaat niet. Oké, MC Joël dus. Rap naar een volgend probleemgeval. Op nummer 5. De man van Melle. Al jarenlang muzikaal eenzaam. Al wist hij niet dat hij dat ook met twee kan zijn. Ik ben zo eenzaam zonder vrouw. Ik heb zelfs geen vrienden die mij vinden. Dus werkelijk, dat is dus vreselijk. En ik kan zelf geen vrouwen vinden. Dat is dus iemand die dus bij iemand die zegt, ik blijf bij jou. Ik ben dus werkelijk nog veel eenzamer dan jou. Seks gaat mij gewoon vervelen. Het wordt nu tijd voor een echte vrouw. Werkelijk een zo'n lekker met lekkere joek. Ik ben dus werkelijk nog dus geweldig veel eenzamer dan jou. U kan mij mailen, faxen, bellen. Ik heb niet uw telefoon. De Koekoekstraat nummer 70 in Melle. O, twijfel niet en doe het gauw. Ja, zo, dat we het samen doen misschien. Wij zijn zo eenzaam zonder vrouw. Samen zo, samen zang. Alleen een strakke blonde hinde. Voor mij mag dat een brunette zijn. Zijn onder en onderbaan. Kan ons verwarmen in de kou. Dus echt is voor de ziet. Het is voor de ziet aan mij. Straks nog meer muzikaal geweld in de Gouden Tien van Chris en Co. Tot zo. Welkom terug bij de Gouden Tien. We schuiven nog altijd muzikaal uit, van 4 tot 1. Alleen volgende. Op nummer 4. Snelle Eddie en zijn vriendin Kelly, de nachtegaal van Hoboken. €10. Hoe is het nou mogelijk om iemand zo wakker te maken op de derde weekse dag? Kelly vond het een leuk idee om ook de jury van Idol even wakker te gaan maken. Goedendag. Ik ben Kelly van Snelle Eddy. En ik heb eens in de flyer gelezen dat je voordat je begint te zingen heel goed je stem moet losgooien. Oké. Oké. Ik ben er klaar voor. Voilà. Het is binnen, ons Kelly. Ja, ik denk wel dat ze een goede kaas maakt om Idol weer eens ten draad te worden, want... oh ja, zij dicht wel schoen tette. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Ja, Kelly, je hebt je net een oude muzikant heel gelukkig gemaakt. Je hebt een ongelooflijke frisse uitstraling. Ik heb toch nog wel een opmerking over jouw look. Ik vind... Ja, tot in Gent, dat... Kelly. Oh, in Gent? Is dat volgende week in Gent? Er is niemand die mij hiervan verwittigd heeft. Oh, Jelle, weet niet hoe gelukkig dat Jelle mij maakt. Ik ben nog nooit in Gent geweest. Dank je wel. Al snel zorgde Eddie voor een tegenzet met zijn eigen ochtendgroet. Goedemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goedemorgen, goedemorgen. Goeiedag, zonneschijn. Dank u, morgen.
koud toneel dat wij bespelen. Voor iedereen is een leuk kasteel om aan te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer leven mag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goeiedag allemaal. Dank u morgen voor het onthaal. Oh, wel, fijn met je ziek. Over naar iemand die helemaal alleen voor zijn uitschuivers zorgde. Op nummer 3, Ronnie King. De man met het minste talent uit de Vlaamse showbiz rolde van de ene mislukking in de andere. Helemaal tot bij de Idol-jury. Wij willen enkel je stem horen. Je mag die instrumenten niet gebruiken. Oh. Ja, dat is wel een tegenvaller van je welste. Maar goed, het nummer is getiteld Alleen. Oh, heb je eigen nummers? Ja, natuurlijk. Ik sta al meer dan 30 jaar in de Vlaamse showbiz. Het nummer is getiteld Alleen en het gaat als volgt. Al meer dan 30 jaar, zeg je. Ronnie, ik wil niet vervelend doen, maar... Het reglement zegt duidelijk dat je na 1978 moet geboren zijn. Maar wie niet laat genoeg geboren is, moet slim zijn. Hallo, beste vrienden van de jury. Mijn naam is Runo Koen. Bedankt, Ronnie. Alleen! Volgende! Ja, wat kan ik daarop zeggen? Ik denk dat er weinig artiesten zijn die zoveel moeite hebben gedaan om uiteindelijk geselecteerd te geraken. Maar goed, ja. Ik blijk nu te oud te zijn om dus om mijn vacature te kunnen weerhouden. Maar ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. En dat is zo pijnlijk. Het komt natuurlijk als een tegenslag bij Eldere Hemel. Maar na jarenlang vruchteloos proberen kreeg Ronnie plots steun vanuit onverwachte hoek. Een superster uit de Vlaamse rock nam het voor hem op. Sorry, Luc, moest hij normaal niet zitten, verstaat je? Dus... Ja, meneer Bob, serieus, Ronnie is toch ook een belangrijke mens binnen de Vlaamse muziek, binnen het segment van de lichte muziek, vind ik. Moet er niet op zijn kap zitten constant, vind ik. Wel, Luc. Alsjeblieft, dus, als ik eventjes iets mag zeggen, dat is nu de aller... Dat is de allereerste keer... dat er een zanger, gewoon een persoon van vlees en bloed... dat je het zo voor mij opneemt. En dat vind ik fantastisch. En daarom, Luc, zou ik vragen of het niet mogelijk is dat we een keer samen zoiets doen. En als je al zo lang wacht als Ronnie, mag het vooruit gaan. Dames en heren, mensen uit mijn parochie en omstreken, het is zover. Ik treed op, jawel, met iemand die op de televisie komt. Vaarwel, Playback Circuit. Alsjeblieft. Toen ik het moeilijk had, kwam ik naar je toe. Je zei, zingen kan als je het buiten doet. Mensen als ik moeten niet moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze stom gaan doen. En de middenstand regeert het land. Beter dan ooit tevoren. En Ronnie heeft het licht gezien. Hij zegt, niemand gaat verloren. Dames en heren. Een mooi moment om over te gaan naar nummer 2. Niemand minder dan La Esterella. De grand old lady van het levenslied schenkt nu al 60 jaar lang straffe muzikale koffie. 60 jaar succes. Ofwel, al 60 jaar hetzelfde liedje. O lieve van oude toren. Ja, dat laten we.
10 jaar televisie, zeg je. Ah, wel, dat komt goed uit, want ik ben juist bezig om mijn kopmak hier aan het atomium. Oh, lieve vrouw. Is deze die televisie? Nou, dat komt goed uit, want ik ben juist bezig om mijn kopmak. Weet je wat, ik ga een liedje zingen. Oh, lieve vrouw. Ja, dat zijn allemaal schoenen, lielelingen, nee. British television, you said. Well, that comes very good out. Because I'm just working on my comeback. Oh, holy Mary Tower. Zweden, ik vind het persoonlijk een heel schoon land. Ik heb daar nog verschillende keren opgetreden. Ik heb daar zelfs nog een nummer hier niet gehad. Oh, jongvrouw Maria Toornet, het heuvele Vlaamlenske landet. Had het herkend, als de lieve vrouw het horen, hè? Maar La Estarella heeft ook aan de toekomst gedacht. Ze geeft met plezier haar kennis door aan haar opvolgster. Welkom bij Idolen door de Eeuwen heen, met Natalia en La Estarella. Esther, mist jij niet de sfeer van uw begindagen? Ja, maar dat was natuurlijk niet gelijk tegenwoordig, hè. Ik bedoel, in mijn tijd, er was nog hier een televisie, hè. Nou, hoe ging het dan eigenlijk in zijn werk? Oh, ja, gewoon. Wij gingen wij gewoon ons liedje zingen. Gewoon bij de mensen thuis, van deur aan deur, hè. Techniek stond toen nog in zijn kinderschoenen. In de Olympia, in Parijs. Daar waren geen microfoons. Nee? Ah. Dat lang niet. Daar was geen licht. Er was zelfs geen podium. En als ik er een klein beetje kunnen overladen, er was zelfs geen volk. Ja, dat is echt waar. Nee, Natalia, ja, zou jij met jouw stem een hele zaal kunnen vullen? Deze zal nog wel gaan, maar als het te groot wordt, niet, denk ik. Ja, maar zij heeft een hele... Oh, mooi, hè? Zij heeft een heel schone stem, hè? Ja. Zij heeft een hele volle stem, hè? Maar wat mij wel opvalt, Ineke, dat is dat hij altijd zo hoog zingt. Ja. Altijd. Ik vind, hij zal het ook een keer moeten proberen om een klein beetje laag te zingen. Ah, zoals jij? Ja, bedoel, ik zing, luister, hoe was uw naam? Bob. Ik zing in feite een klein beetje te laag. Ik zing, maar ja, dat komt met de jaren op de deur, alles begint dan, hè. Proberen samen. Heb je geen zin om een keer laag te gaan? Ja, ik kan dat altijd proberen. Gaan we samen eens laag gaan. Ik zal kik inzetten, hè. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Zelfs topzangeressen op leeftijd krijgen wel eens telefoon tijdens een live-uitzending. Dat moet je maar helemaal niet voor doen. Uw gsm. Hoe zegt u? Uw gsm gaat. Ik zou niet, want mijn gsm is aan het afkomen. Maar ik moet het daar met elkaar laten spreken. Hallo? Ja. Oh, nee. Hier, Lou, het is je ding, de directeur van de Noom, die dacht dat ik ontsnapt was. Hallo, Gilbert. Dan kan ik vragen, ja, wil ik daarna vragen? Ja, Alex had vragen. De directeur is een geweldige grote fan van haar en die zou nu graag hebben dat je iets zo speciaal voor hem zal zingen door zijn telefoon. Oh, we doen dat. Gaan we dat doen? Ja. Dan gaan we zingen van de Onze Lieve Vrouwen Toren. Ah, ja. O Lieve Vrouwen Toren, hoog boven het Vlaamse land, wij zijn in uw schaduw geboren, zo hecht aan u verwant. Dames en heren, Natalia La Estarella. Zo, 9 legendarische muziekmomenten hebben we achter de rug. Met eentje nog te gaan. Wie heeft het meest bizarre muzikale parcours afgelegd? Wie schoof uit zonder het zelf te beseffen? Wie haalt de hoogste noot op de gouden 10 notenbalk? Hier is de verrassende nummer 1 onder de muzikale uitschuivers. Firmijn Kretz.
springen en ik wippen. Ik sla mijn linkse noek. Ik nep zijn dikke lippen. Ik doe verstomp en toe. Ik heb dynamite vuisten. De soepele cadans. Ik heb boeig in mijn knijsten. Ik zorg voor ambiance. Zwie moet ik vasten van beton. Doe op wat ik koop. Het is groot als ik loop. Hier een test op testosteron, hè. Meer kans op slagen heb je als artiest natuurlijk in Idol. Terug van het begin? Nee, ga maar gewoon verder. Oké. Diepe water, lalala. Diepe met voor de leerlaat. Oh my love. I can read niet de deel of passion. Nee, ik zat al niet open en de rest kan ik me echt niet meer herinneren. Een truc om je teksten te onthouden is natuurlijk nog minder woorden gebruiken. Eén bijvoorbeeld kan volstaan. Dit was Chris & Co, de Gouden Tien. Tot volgende week.